Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rijschool Salland, De Lindeboom en Blacktie Media. Ja. Oh, hij gaf net aan links. Ja, maar hij gaat rechtdoor, hè? Ja. Ze zijn hier nog een beetje aan het breken. Zo. Ik zei tegen mijn ouders, ik heb een raket gebouwd en die wil ik eigenlijk afschieten in de duinen van Zandvoort. Wat moeten we nu dan doen dan? Ja, terug. Denk aan die fietsers. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ja. We rijden nu door Oranje. Ja, maar nu niet meer. Vandaag in Blik in Deventer hebben we te gast Henk van Balen. Zo. Goedemorgen. Henk is schrijver, historicus, trouwambtenaar en stadsgids in Deventer. Henk weet alles van de stad Deventer, maar weet hij ook alles van verkeersregels? Blik in Deventer is een programma waar onze kandidaten een herexamen afleggen. We kijken of onze kandidaat de verkeersregels nog kent. En zo niet, dan gaat hij met de fiets naar huis. Goeiedag Henk, goedemorgen. Dag John, goedemorgen. Hi, hallo, welkom. Nou, vandaag gaan we eens kijken hoe jij, hoe jouw rijkunsten nog zijn. Ik heb een vraag aan jou. Hoe lang heb je rijbewijs al? Nou, ik dacht bijna 50 jaar. Bijna 50. Ik was 21 geloof ik toen ik rijbewijs kreeg. Ik had een krantenwijk erbij en overal een beetje beunen. Ja, want het kost geld natuurlijk. Ja, ja. Maar je hebt dus 50 jaar zo'n beetje je rijbewijs al. Oké. Okay. En zijn er wel eens incidenten gebeurd dat je zegt van nou? Nee, ik heb wel een keer ongeluk gehad, maar het was heel heet geweest en toen begon het heel langzaam te regenen en toen slipte ik door. Dat schijnt al zoveel rubber te zijn. Ja. Dat is het ene, maar niet echt door mijn schuld. Nee, okay. Nou, gelukkig. En ik hoop dat het nog steeds goed gaat. Maar we hebben denk ik allemaal wel eens last van bijna ongelukken. Dat je denkt, goh. Is dat zo? Tenminste, dat hoor ik nog wel eens. Mensen okay. Dan, het ging ook weer net goed. Ja. Ja. Je bent nog wel eens eigenlijk met je geest bezig. Maar het is levensgevaarlijk in het verkeer. Nou, zeker Henk, als het donker is. Nou Henk, het is 50 jaar geleden dat je examen hebt gehad. Dus ja, nu weer een nieuw examen eigenlijk. Ik ga er natuurlijk wel rekening mee houden dat het voor jou 50 jaar geleden is. Want er is wel een en ander veranderd. We hebben een nieuwe rijder. Heb je vast al wel eens van iemand gehoord, denk ik. Ja. Het is niet zo dat ik zeg maar echt heel streng daarin ga zijn naar jou toe. Want ik hou natuurlijk wel rekening met het feit dat het 50 jaar voor jou geleden is. Maar het is wel de bedoeling Henk, dat je natuurlijk wel laat zien dat je veilig rijdt. Dus het moet niet zo zijn dat er gevaar is of dat er gevaar kan ontstaan. Dat je bijvoorbeeld niet goed kijkt of dat soort dingen. Daar let ik wel op. Ja. En ik hoop natuurlijk ook dat we het een beetje gezellig in de auto kunnen hebben. Dat we een paar dingen kunnen praten over wat je onder andere doet. En Deventer denk ik wel hè, in dit geval. Ja. Toch? Dus nou, dat gaan we ook doen. Dus ik denk laten we naar de auto gaan en laten we gewoon met het examen gaan beginnen. Ja, ik vind het lijkt me hartstikke leuk om heerlijk te vertellen en goed te kunnen rijden. Ik ben wel zenuwachtig, ik heb een paar flinke balls genomen, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Hè. Nou, dat denk ik wel, maar goed. Zullen we gaan? Nou, laten we gaan. Geweldig. Ja, okay, ik ga met je mee. Zo. Graag. Ja, kom maar mee. Nou Henk, ik zou zeggen, kom verder. Nou, spannend. Zo. Na zoveel jaar examen te doen. Ja, dan gaan we even die kant op. En dan gaan we even een kenteken lezen. En dan mag je even het kenteken lezen van onze auto. Dat is 3TJZ31. Goed zo. Ik begon al wat te vrezen. Ja, ik ook. Maar het is op het randje ook. Mag jij stappen? Eens even kijken. Wil dat? Ja, ga eens maar naar binnen stappen. Ja. Hups. Helemaal goed. Even is die lange benen erin. Ja, dat dacht ik al. Zet hem erop. Okay. Wat mij betreft, als jij zover bent, dan mag je met het examen gaan beginnen. Goed, ik heb hem in de vrij. Ik kijk eerst in de spiegels en dan ga ik rijden. Ja, dat is goed. Zal ik zeker doen, Henk. Anders komen we er niet. Succes, Henk. Dankjewel, John. Nou, wat doen we? Gaan we hier linksaf, Henk. Linksaf. Ja. Ik geef richting aan. Zoals ik normaal ook doe, hoor. Ja hoor, daar ga ik ook vanuit. Ik rijd altijd redelijk langzaam, want ik vind het verkeer... Geef ook het eerste stukje even de gelegenheid, Henk, om even te wennen aan de auto. Ja, even het gas geven en schakelen enzovoort. Ja. Probeer te schakelen bij 2000 toeren. Oh, dat is nu hoor, ja. Wat mag je, Henk? Oh, dat kan ik niet eens gezien. Mag je hier zeker maar 30? Ja, 30 km per uur. Oké.
Zot routine, ik rijd hier wel vaker. Ja. We hebben er zin in. En dan vaker te hard bedoel je? Nee, toch? Nou, dat niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk de neiging om te denken dat is 50, maar... Ja. Nee, dat is... Maar omdat we uit die straat kwamen, ja. Ja. Nou, het is een examen, dus hou het goed in de gaten. Ik had geen bord gezien. Ja. Nou, wie is Henk van Balen? Nou, nu komt het. Nou, ik ben een geboren en getogen Deventenaar. Ja. En onderwijzer geworden, leraar op een middelbare school, lange tijd in Twello, zo'n MAVO, waar ja. we iedereen kennen, waarvan je met plezier aan terugdenkt, waar we nog orde en gezag hadden. Ik vertel wel eens, als je een probleem had vroeger, dan belde zo'n vader uit Willep of Terwolde op. Ja. Dan zei je dat en dat met uw zoon. En de vaders in die tijd die zeiden dan, meester bedankt, kump voor mekaar. De volgende dag kon zien waar hij de lel had gehad. Dan waren ze weer weken rustig. Maar dat was een mooie tijd. Dat was de beste tijd om onderwijs te geven. Ja. Als onderwijzer zelf. Moet ik rechtdoor? Of, als je niks zegt. Nee, als ik niks zeg, dan is het rechtdoor. Ja. Als het niet kan, dan moet je daar een oplossing voor zoeken. Goed, Henk. Nou, dat was wel een heel kort verhaal trouwens. Ja, maar er is maar één iets. Hè. Daarna heb ik natuurlijk heel veel andere leuke dingen. Ja. Ik ben schrijver van boeken over Deventer. Je schrijft boeken? Ja. Kijk eens aan. Dat is ontzettend leuk om te doen. Oké. Okay. En wat moet ik me daarbij voorstellen, Henk? Kun je dat aangeven? Ik heb boeken geschreven zoals over de Deventer schilders. Je mag heel even wachten, Henk. Oh, sorry. Want Paul die de vorige auto die... Ja. En over de Deventer schilders, over de Joodse gemeente, die worden allemaal nog herdrukt. En dat is natuurlijk ook heel goed. Sorry hoor, we gaan linksaf, Henk. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Ja. We gaan linksaf. Dat is heerlijk om de geschiedenis van Deventer vast te leggen. Hele serieuze boeken, maar ook wat luchtere boeken. En ik maak ook vaak de combinatie van... Nou, je kunt ook de ernst van een boek kan je ook weer doorbreken door weer wat anekdoten erin te stoppen. Ja. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dus ik heb flink oeuvre op mijn naam staan. Maar ik vind het heerlijk om te doen. Henk, je motor slaat af. Henk, je merkt dat de auto afslaat. Slaat ze helemaal stil. Dat is ook het start-stop-systeem. Als je nou de koppeling weer intrapt, gaat hij vanzelf. Nee, gaat hij vanzelf weer aan. Gaat vanzelf weer aan. Zie je dat? Ja. Hey, geweldig. Laat ik het maar even zeggen, dan weet je dat. Nee, ik dacht het al. Het is natuurlijk een mooie auto. Je hoort hem bijna niet, de motor. Nee, dankjewel. Nee. Wij rijden alleen maar in BMW's overigens. Ja. En, ik heb een BMW Stepway. Nee, sorry. Grap. Dacia Stepway. Ja, oké. Okay. Goed, nou we gaan zo meteen linksaf. En dan als je linksaf bent geslagen, dan mag je wat mij betreft daarna zelfstandig gaan rijden via de IJssel. Ja. Naar de Waag. Ja, ik denk dat de Waag wel een bepaald middelpunt is van Deventer, toch? Vind je niet? Ik vind dat de mooiste plek. Gisteren had ik een rondleiding met Arabische dames. Dus uit Saoedi-Arabië. Nou, die hebben niets anders gedaan dan foto's maken. Ja. Die vonden dat zo mooi. Ze kwamen net uit Parijs, maar ze vonden Deventer mooier. Maar het was rustiger. Wat moet ik me dan voorstellen? Ik ga toch geen Arabisch praten, hè? Nee, er was gelukkig één man bij met 20 vrouwen voor de bewaking. Die sprak Engels. Henk, heel even. Hoe hard mag je hier? 50. Ja, hoe hard rij je? 40. Ja, oké. Okay. Oh, dan zeg jij toch van rijden mag gewoon 50? Ja, want anders ga je zeg maar het verkeer hinderen. Ja. En dan krijg je ergernis voor die mensen die achter je rijden. Ja. Ja. En je moet voor doorstroming zorgen. Dus het is toch wel belangrijk dat je de snelheid rijdt die gevraagd wordt. Okay. Als het niet kan, dan houdt het natuurlijk op. Ja, dan houdt het op. Een ander verhaal. Ja. Ja. Maar dan mag je dus zelfstandig dus naar de IJssel rijden. Ja. Vanaf hier. En dan, dan gaan we kijken hoe je dat doet. Hoe vind je de nieuwbouwwijken trouwens? Ja, ik vind dat dus heel veel aandacht besteden aan mooie bouw. Nou. En ik vind echt, ik hoor het ook van mensen die zeggen, wat is Deventer mooi aan het worden. Nou, hij wacht netjes. Dan doe ik zo. En ik vind het, kijk hiernaar, maar de Rivierenwijk had ook altijd een verkeerd stempel. Maar er is zoveel gesloopt en mooie bouw voor teruggekomen. En daarmee laat je ook zien dat de tijden gelukkig veranderen. En dat het alleen maar mooier kan worden in onze stad. Want ik weet, hier nog links hebben we het Horenwerk. Nou, in een van mijn boeken heb ik daar een heel verhaal over, maar moet je nou eens kijken. De oude troep is weg,
Want een goede oude tijd, John, die was er natuurlijk niet. Hè? Mensen hebben wel eens een beetje nostalgie. Ja. Maar ik geloof niet dat dat terecht is. Ja, nee, dit is inderdaad ook heel erg verbeterd. Dat klopt inderdaad. En iedereen, wij zijn natuurlijk van een generatie, nu dan althans. Ja. Ja, dat je, nou, 's morgens doucht. Maar er waren nog genoeg huizen tot een paar jaar geleden die, nou, waar er misschien nog geen douche was of een gijzer zonder... Denk je aan links en rechts kijken, hè? Ja. Oh, ja. Want dan kan wat aankomen, hè? Maar van die kant toch niet? Waarom niet? Maar die moet toch op deze weg blijven, oh ja. Nee, ja, die mag ook naar deze die weg. Die mag ook naar deze maar weg. Maar wat denk je van politie, brandweer? Oh ja. Ja, dat is ook heel toch? Goed dat je dat zegt, ja. Ja, ja. Okay. Altijd links en rechts kijken. Altijd, ja, klopt. Dat zeg je heel mooi. Maar je bent ook trouwambtenaar. Want je doet wel heel veel trouwens, maar je bent ook trouwambtenaar. Heerlijk. Wat een heerlijk leven. Dat geloof ik. Maar het is altijd leuk. Je hebt eigenlijk altijd blije mensen. Ja. En het is de dag van hun leven. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren, is dat natuurlijk fantastisch. Doe je dat op een komische manier echt? Of? Ja, kijk. Ik probeer altijd nog wel dat de mascara doorloopt bij de bruid. Maar als me dat lukt, vind ik dat natuurlijk best heel leuk. En natuurlijk moet je met een beetje humor dat doen. Ik heb ze thuis altijd eerst op bezoek. Ja. En dan... Jij komt bij hun of zij komen bij jou? Nee, in principe laat ik ze altijd bij mij thuis komen. Helemaal goed. Nou Henk, je weet de route, hè, als het goed is. Ja, ik ga nu langer kijken, John. Wat een mooie kerk. Hij wordt niet meer als kerk gebruikt, maar het is toch fantastisch met die twee torens, de Sint-Nicolaas of Bergkerk. Ken je de legende? Nou, ik heb begrepen, dat wou ik net vragen. Ik heb begrepen dat de ene toren langer is dan de ander. En dat het met zusters of zo te maken had. Er waren twee zusters die hadden beloofd op het sterfbed van hun ouders dat ze altijd bij elkaar zouden blijven. En toch werd de een verliefd. En toen zeiden ze, we hebben ons niet aan de gelofte gehouden, maar... Wij hebben wel flink geërfd en men is bezig met de bouw van de kerk en de torens. Dan betalen wij de bouw van de torens. Maar de ene toren moet hoger zijn dan de andere, want we hebben ons niet aan de gelofte gehouden. Oké. Ah, prachtig. En dit gebied, hè, waar we nu rijden. De Bokkingsang. De Bokkingsang, waar je veel kop- en staartbotsingen hebt hier. Hè? Ja, maar dit is vroeger een haven geweest, hè? Ja, nou, dit stuk was er wel, maar precies waar de brug loopt, zodat beneden, dat was allemaal water. Er zijn natuurlijk schitterende foto's van. Ja, kijk eens, John, de IJsselhotel. Ja, ik moet me bij de wegbouwer, maar wat is het toch prachtig. Ken je die anekdote die ik nog wel eens vertel? Ook omdat daar ook veel getrouwd wordt. Nou, weet je, mijn zoon die gaat daar trouwen. Ah, leuk. Die gaat in mei trouwen. En nu we elkaar zo leren kennen, ja, ik weet niet of mijn zoon erover denkt, maar lijkt het mij heel leuk als we jou erbij laat hij maar op laat je maar op YouTube kijken. Ja. Maar hij gaat ook in het daar trouwen. Ja, dus dat prachtig. Met gezicht op de stad, met die schitterende Deventer toren, waar zo mooi op staat, Fide Deo, getrouw op God. Dat was een baken voor de middeleeuwse mens als je naar de stad ging. En wij Deventenaar hebben dat ook als je terugkomt van vakantie. En wie het eerste Deventer toren zit, dan zeggen we, wie bent weer thuis? Het hoogtepunt van de vakantie. Maar ja, nou dat thuiskomen, dat thuiskomen, dat... Oh, heerlijk. John, weet je dat hier... Het grote kerkhof, 40.000 mensen begraven liggen. Ja, hier ook waar we rijden volgens mij, toch? Ja, ook hier ook wel. Ja, ze hebben vorig jaar nog hier alle... Nou, dat is trouwens het mooiste hotel, hè, Vermeer. Volgens mij kunnen wij daar niet heen. Wacht maar eens eventjes. Kijk eens aan. Meestal kon het wel. Nou, ik zie nog een opening volgens mij. Ja, want daar moet nog... Maar hier heb je dus... Ken je dat verhaal dat je hier de gewone mensen werden hier begraven? En in de kerk de rijke mensen, want daar heb je die prachtige... prachtige grafstenen van de adel en de patriciërs. Ja. Maar owee, als je als rijke denk werd... Denk aan de afstand, Henk. Want als je zo dichtbij komt en hij zal geroepen worden of zij en hij draait zich om... Oh ja. Dan ligt hij op de grote kap. Maar als je als rijke werd begraven in de kerk en het was een hete zomer... en er lag te weinig zand op de kist... Ja. Dan gingen die lijken ruiken en dan kwam het woord de rijke stinkend vandaan. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Kijk, dat is de sociëteit. Ben ik ook lid van. Prachtig, hè? En hier links de citybed trouwens, hè? Ja. Ja. En hier in de zomer in je eigen stad eten onder de platanen. Dat is toch geweldig. Ja. Dat ga je toch nooit meer op vakantie. Zijn er nog ideeën wat je betreft
toerisme? Nou, ja, we vinden het alleen jammer dat het museum gesloten is. Dat vind ik toch een armoede. Want welk museum bedoel je? Een museum De Waag. Daar willen ze wel een andere invulling aan geven. Maar ik betwijfel of het allemaal een succes was. Want de bedoeling is dat de kunst en de cultuur op allerlei verschillende plekken... Dit zie je niet in veel steden zo. Nee, dat is bijna niet meer te doen. Dat je een keer zegt, ook dit sluit eraf, kan ik mij voorstellen. Ja, want hier lopen, fietsen veel mensen. Ja. Er werd ons ook verzocht om hier niet te veel te rijden. Nee. Nou, dat proberen we natuurlijk ook zoveel mogelijk te voorkomen. Van de andere kant is dit natuurlijk een heel mooi moment om toch hier alle winkeliers even in beeld te brengen. Want dit zijn de leukste straatjes, hè? Kleine Overstraat, grote Overstraat. En klopt. Spijkerborsteeg, juist die aparte winkeltjes, dat maakt Deventer ook aantrekkelijk. Ja, maar om hier nog met de auto te gaan rijden is een beetje... Wist je dat dit nog het belastingkantoor was en het postkantoor ooit? Nee. Weer wat geleerd. Nou, ik zie, we rijden hier op de Waag af. Ja. En wat ik wel heel benieuwd naar ben, ik zie daar die ton hangen. Ja. En mijn vader heeft altijd daar een bepaald verhaal over verteld. Met in vuur en vlammen, pik en ik weet allemaal niet wat. Kun je daar wat over vertellen? Ja. Waar ga ik nu naar rechts en moet ik hier stoppen even of niet? Nee, je mag helemaal... Nee, ik mag helemaal rijden. Ja. Nee, die ketel, dat was... Met die gaten. Deventer had een eigen munt. Dat werd hier, de gins bij de muntentoren, maakte Deventer zijn eigen munt. Ja. Maar ook in die tijd was het aanlokkelijk. Als ik nou iets van zo'n gouden munt afhaal, dan heb ik wat extra. Maar de straffen waren verschrikkelijk. Je had hier toen nog geen Moskowitz of taakstraffen. Je ging in de kokende olie. Oh. En dan kwam je daar als een middeleeuws fondue stukje niet levendig uit. In die ketel? En dus één keer is er een muntmeester gezoden, zo heet het mooie woord. Echt. En in de Franse tijd hebben de Franse soldaten daar al uit baldadigheid op geschoten. En vandaar al die gaten erin. Oh, okay. Ah, het is natuurlijk prachtig, ter afschrikking. Ja, ik hoorde dus wel dit verhaal. We gaan hier linksaf trouwens. Ik had wel het verhaal gehoord, alleen ik kon de gaten, kunnen ze niet goed... Ja, dat weet men eigenlijk niet. Nou, het was op het randje. Ja, hè? Ja, maar... Ja. Oké, dan mag je... Maar ik denk ook, je moet ook de mobiliteit bevorderen. Ja. Nee, ik geef toe, maar je dat... zegt het al, het was op het randje. Maar je wilt ook... Oké, Henk, je hebt een punt. En dan gaan we hier zo meteen... Niet hier, denk aan de stoeprandje. Ja, dat was een stoeprandje. Over randjes gesproken. Ja, oké. Okay. Oh, Henk. Soms ruik je hier, John, nog de geur van pepermunt en wasmiddel. Want hier maken ze ook die hartjes van ik hou van je enzovoort. Ah, dit is toch geweldig. Je krijgt van mij een omkeeropdracht hier. Oké. De omkeeropdracht. En voor ons zien we het bord, verplichte rijrichting. Ja, dat heb ik. Ja. Andere kant. Ja, even doordrukken naar links. In ze achteruit. Doordrukken. Nee, verder naar links toe. Ja, dat is goed. Hé, we kunnen weer. Dat is even wennen. En dat begrijpen we natuurlijk. Doe het kalm. Doe het rustig. Ja, prima. Ik ga verder. Helemaal goed. Ja, ook deze wijk is eigenlijk best behoorlijk aangepast. Ja. En veranderd, we gaan hier weer rechts. Dit was ook vaak veel oude troep, oude fabrieken. Want hier heeft natuurlijk ooit de ijzergieterij gestaan van Nering Beugel. Ja. Kijk, daar zie je nog ook een pijp. Die hoort dat orde allemaal één groot complex van Nering Beugel. Hier gaan we linksaf. Ja. Ja, dit is natuurlijk ook een sprookje. Bergpoortstraat. En ik weet nog dat hier... vroeger ook treinen reden voor die twee fabrieken. Ja, de sporen liggen er nog. En de sporen liggen nog, hebben ze opnieuw aangebracht. Ja. En het is allemaal prachtig gerestaureerd. Ja, klopt. En zelfs, kijk, en ook dit, hè, die stenen die er vroeger lagen. En dit waren de huisjes voor de arbeiders. Ja, ja. In 1883 werden voor het eerst mooie huizen gebouwd voor die arbeiders. En ik kan me herinneren, een oudere Deventenaar die vanavond af die kijken, die weet dat hier een hele grote ronde draaischuif was van hout. Ja. En dan werden de wagons afgekoppeld één voor één. Kun je mij vertellen, Henk, waarom je eigenlijk rechtsaf gaat? Omdat ik wel moet. Kijk maar naar goed het bord. Ja, prima. Uitstekend. Helemaal goed.
Ja. En hij gaat naar beneden. Oh, ja. Hij gaf net aan links. Opletten. Ja, maar hij gaat rechtdoor, hè? Ja. Zie je dat? Zo krijg je toch ook wel... God, ja. Heb je dat in de gaten? Ja. Het is wel goed dat ik nu maar hij gaf linksaf, dus ik dacht, ik ga, nou, dan kan ik rijden. Ja, oké. Maar dan ben ik toch nog weer fout geweest, dus. Zo, dat is even schrikken, ja. Hè? Duidelijk. Ik had duidelijk... Hij had echt, dan pas had ik mogen rijden. Ja, ik ben intussen even aan het kijken of de fiets zou komen, ja. Maar dat gaat nog goed. Ja, want dat gaat... Maar begrijp me niet verkeerd. Nee. Ja, dit is wel een ingreep, want ja, ja, ja je wilde doorrijden, hè? Oh. Even wachten op die auto. Oh, Henk. Ja. Nog één keer. Prima. Ja. En een nieuwe Leeuwbrug, hoe vind je dat? We gaan er rechtsaf trouwens. Ja, het is me allemaal vaak te groot. Ik weet, ik moet niet constructief zijn en denken alles te behouden. Je moet ook nieuw durven. Bouwen, maar ja, maar dit was wel een beetje gewaagd. Het komt allemaal te veel dicht bij het centrum. Hè? Die het moest allemaal groot en in de vaart en volkeren. En... Ik denk heel veel Deventeraren dat met je eens zijn. Ja, dat denk ik ook. Het was ook in eerste instantie de bedoeling dat er twee torens zouden komen, volgens mij. Ja, die andere toren is niet eens afgebouwd. Nee, ook, dat is natuurlijk alweer jammer, want dan is het plan ook niet meer compleet. Dat is jammer, hoor. Ja. Ja, dat klopt. Dat heb je helemaal goed. Ja. Oh, sorry. Ja, ja, je mag daar je niet moet in. Wel dat meen je niet, hè? Je moet wel kijken, ja. Dus ga je dat nog redden? Wat betekent dit bord? Nou, ik ben blij dat je toch nog uiteindelijk op een rem trapt, maar een beetje later. Ja, dat klopt. Blijf opletten, Henk. Ik fiets altijd hier, hè. Dan rij je bijna nooit met de auto. Wij gaan hier rechtsaf. We kunnen vooraan, ja, als je een beetje in de verte kijkt, kun je nog een beetje dat mooie hotel zien. Ja, het oude katholieke ziekenhuis, wat veel Deventeraren nog weten. Kijk, ja. Sint-Jozef, die draagt daar Jezus. Vandaar dat dat beeld daar ook naar bovenin staat? Ja, daarboven. Sint-Jozef ziekenhuis. Jozef. Oké. De heilige Jozef die dan zijn kindje draagt. En dit is natuurlijk altijd een gebied geweest van weldadigheid. Hè? Burgerweeshuis, Grote Voorste gasthuis, Sint-Elisabeths gasthuis. Ja. Ja. Ik wou dat ik een dvd had hoe dat vroeger was met al die paters, nonnen en monniken. En we gaan linksaf. Heb je gehoord van dat ze het idee hebben om een strand te maken? Ja, dat zou ik geweldig vinden. Dat is leuk, hè? Hartstikke leuk, want die IJssel is niet voor niks een van de mooiste rivieren van Nederland. Ja, daar rijden we nu ook langs. Kijk nu maar, ja, nou zien we het water nee, niet. Dat maar komt zo meteen wel. Ja. Het is toch fantastisch, hoor. Ik loop heel vaak, elke dag ga ik een stukje wandelen, fietsen. Is goed voor je gezondheid. Denk aan je snelheid, Henk. Ja, in je bloeddruk. Oh ja, ik mag toch iets houden, ja. Ja. Ja, ja, het is inderdaad, de IJssel is ook mooi. Hij heeft zijn diepte en zijn hoogtes, hè, om maar zo te zeggen. Ja, het is nou helemaal kommer en kwel. Terwijl we aan alle kanten hier de ruimte voor de rivier maken. Het is een beetje een contrast met wat er nu op het ogenblik is. Ja, hè? Maar het is wel fantastisch. En ik denk dat er straks ook weer een hele mooie natuur bij komt. Hè? Heb je ook gehoord dat ze, vast wel denk ik, dat ze de oude Schipbeekbrug een stuk daarvan weer willen herstellen? Van de Schipbrug, ja. Waar vroeger de boten naast elkaar lagen en zo kwam je de stad binnen. Ja. Maar dat slipte natuurlijk helemaal dicht. En dat ze het oude landhoofd, heet dat, weer terugbrengen, ja, ik vind het fantastisch. We gaan trouwens bij de verkeerslichten, rechtsaf gaan we de IJssel weer verlaten. Maar goed, we kunnen nog vaak genoeg kijken. Hè? En laat eerlijk zijn, als je ziet s'avonds ook hoe al die oude lantaarns vanaf de Wilhelminabrug tot voorbij, of tot aan de spoorbrug branden. Ja. Dat is toch fantastisch. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat maakt de stad heel mooi. Ja, dat klopt. En ik begrijp al helemaal en ik hoorde ook uit je woorden dat je hartstikke trots bent op Deventer. Ja, geweldig. Maar als we dat eventjes even een moment opzij gaan zetten, waar ben je dan heel erg trots op? Deventer? Ja, nou, dat is een lastige. Je bent inmiddels al bezig, vraag me. Ik ben nu net sinds vorige week 71 geworden. 1 november, dank je. Vorig jaar heb ik dat leuk gevierd. Ja. In het gebouw waar nu de Viking komt. Ja. Waar je nu de... Denk aan een fietspad. Ja, verder ga ik ook niet. Nee. En maar, dat is leuk om te vieren waar Joska, onze heerlijke stadsgek, maar positief bedoeld hoor. Ja. Dat zijn onderkomen had. En daar heb ik mijn 70ste verjaardag gevierd. En toen is er nog een boekje uitgekomen. Maar waar ben je trots op, Henk? Goed zo, John. Ja. Even terug naar het onderwerp. Wat kun je voor een belevenis, gebeurtenis of omgang met... Waar ben je echt trots op? Ik ben nou het meest trots dat ik een kleinzoon heb met wie ik mag wandelen. En naar het Vogeleiland ga. Kijk.
kijk eens. En dan een stukje brood geven. Maar het meest trots ben je dus op je kleinzoon? Ja, op het ogenblik vind ik dat 10 maanden, 10,5. En wat ik dan, die onschuld in een kind en die afhankelijkheid van je, de liefde die je daarvan krijgt, ja, dat is zo mooi. Nou, we hebben inmiddels weer heel veel gehoord over Deventer. Echt heel veel. Het is ook een hele mooie stad, hè? Gaan we weer. Het is heerlijk. Ik hoor het van heel veel mensen die ik ook rondleid. Wat is Deventer? Maar ik wist het niet. Maar dan zeggen ze, ik kom terug. Maar is dat dan misschien niet nou net dat stukje gemis? Wat ik toen net vroeg, van wat moeten we nog doen ten opzichte van toerisme? Ja, je moet de IJssel wat mooier maken. Ik vind dat je iets meer moet hebben. We hebben natuurlijk een mooi speelgoedmuseum, maar dat kan ook nog mooier, beter. Ja. Dat je een kopje koffie kan drinken. Dat je echt een trekker hebt. En die mis ik, vind ik, nog wel eens in de stad. En daarom vind ik het zo jammer dat het inderdaad de waag is gesloten. En dat het huis van Gerrit Witteveen met alle mooie schilderijen ook niet door de stad geadopteerd is. Nee, dat vind ik echt een hele grote misser. Ja, dat begrijp ik. Trouwens, Deventer heeft ook volgens mij het oudste huis, hè? Of niet? Ja, het oudste huis van Nederland staat in de Sandrasteeg. Daar ga ik natuurlijk altijd met groepen heen. Ja. Ik heb één keer gehad dat er iemand zei, meneer, dat klopt niet, want wij in Zutphen hebben het oudste stenen woonhuis. Nou, die zei het op een manier die vroeg om moeilijkheden. Echt waar? Ja. Zeg, meneer, dit is wetenschappelijk onderzocht. Dat is een dendrochronologisch onderzoek. Ja. Dat betekent dat je boomstamringen gaat bekijken. Toen werd hij al wat witter. Zeg maar, het probleem is, u komt uit Zutphen. Zeg, daar ligt Zutphen, hier ligt Deventer. De IJssel stroomt zo. Ja. Maar wij Deventenaren hebben al eeuwenlang rivaliteit met jullie uit Zutphen. Ja. En wij Deventenaren zeggen ook, Zutphenaren, die bent zo eigenwijs. Als je in Deventer aan de IJssel gehoord, drief ze vanzelf terug naar Zutphen. Nou, die man heb ik niet meer, gehoord die middag, hè? Ik heb een reisgestuurd, die komt uit Zutphen. Die zal dit leuk vinden. Ja. Ja, nee, heel, heel grappig. Leuk dat je dat zegt. Koffie, Henk? Ja, inderdaad. We gaan naar de Lindenboom. Nou, ik vond het kostelijk wat ik allemaal gehoord heb. Ik vond het echt heerlijke dingen. Echt heel mooi om te horen. Maar jammer van die ene man. Die gaf linksaf en dan ging hij toch rechtdoor. Ja, dat is wel heel jammer. Ja, dat was het. Dat maakt de dag weer wat minder, denk ik. En als je dan 1 seconde eerder of later bent, maar is natuurlijk met iedereen die een ongeluk krijgt, was ik maar 1 seconde of 2 seconden. Het was, je mag de auto aan de kant zetten. Maar goed dat ik kon remmen, hè? Ja. In dit geval. Ja. Maar zo zie je dat er dus allerlei ongelukken ook kunnen gebeuren. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Nou. Nou, Henk, en nu maar afwachten of je met de fiets naar huis moet. Zo. Ja, met tranen in de ogen kom ik binnen, want... Wel uitkijken met oversteken, hè? Er was een ingreep. Maar dat lag niet aan mij, lag aan Jander. Kom, we gaan naar binnen toe. Gaan we erover praten. Nou, Henk, heb je even. Nou, Henk. Welkom, daar zitten we weer. Ja, ik heb een lesje gehad. Ja, is dat zo? Ja. Hoe heb je dit ervaren? Nou, ik vond het heel goed. En ik dacht misschien wel van tevoren al van, we rijden zoveel op routine. En het sluipte allemaal in, gewoonte. En je hebt me ook alert gemaakt dat ik veel beter moet kijken bij de kruisingen. Ja. Ja, en die ene ingreep van jou. Ja, ik vond die ander wel schuldig hoor. Nee, maar die gaf duidelijk linksaf. En ik dacht, nou, dan kan ik al rijden. Maar hij ging toch rechtdoor. Ja. En dan ben ik toch waarschijnlijk fout. Want hij, je denkt allemaal, een ongeluk zit in een klein hoekje. En zo zie je maar. Nou, het is inderdaad zo, dat voorrang verlenen, hè, dat je bij de mediamarkt was. Dat punt, dat je auto van links, jij zei die richting aanwijzen, dat klopt wel. Alleen, hij deed hem uit. En, toen jij ging rijden, nam je niet meer de moeite om te kijken op wat hij deed. Ja. Waardoor ik op de rem moest trappen. Ja. Dat was een ingreep. Dat is geen best teken voor een examen. Nee. Je wou sneller zijn. Nou, dat nog niet eens, want ik ben niet zo'n iemand die jaagt door de stad. Nee. Nou, dat heb je gezien. Ik moest af en toe juist zelf gas geven. Nou ja, je reed hier weg in eerste instantie door Schalkhaar. En daar reed te hard. Maar goed, dan moest je ook een beetje wennen aan de auto. Ik had het bord van 30 op de Oerdijk niet gezien. Nee, oké. Ik ga straks op de fiets, maar ik mag niet meer rijden. Ja. Ga ik kijken of dat bord er staat. Maar dat zal iedereen zien. Dat staat ook op de weg. Staat het ook. Hmm. Ga er maar eens naar kijken. Bij je snelheid doe er verstandig aan om ietsje
ja, ik wil niet zeggen steviger rijden, nee, maar gewoon iets meer snelheid aanpassen aan de overige verkeer, waardoor je wat meer meestroomt met de rijden. Maar ik moet je wel met de fiets naar huis sturen. Ik hoop dat je daar ook begrip voor hebt. Want ja, als ik niet had geremd, dan was er echt een ongeluk gebeurd. Ja, en, ja, dat kan gewoon niet. Ik fiets graag, maar het is droog. Het is droog. Oké, dan zou ik graag de autosleutels voor jou willen hebben. Lukt dat? Dankjewel. Dan krijg je van mij een hele mooie sleutel terug. Nou. En dan gaan wij, dan ga ik even met je meelopen naar buiten toe. En dan zie ik jou over 3 dagen terug voor de autosleutels. Oké. Okay. Ja? Bedankt voor de les. Ja. Ja. Jij bedankt voor alle informatie die je me gegeven hebt. Ga met je mee. Ja, minder leuk. Ja. Daar staat u. Het is gelukkig droog. Ja, en het zonnetje schijnt. Deze jonge fiets graag. Nou, dat komt dan straks kijken uit. Hoe ik misschien het zadel. Henk. John, bedankt voor de les. Bedankt. Ja, en, het is niet het leuk, maar het is denk ik goed. Denk het ook. Dat we allemaal eens even weer geconfronteerd worden. Denk er goed over na. En ja, over 3 dagen zie ik je terug. Oké. Okay. Ja? Bedankt voor het lesje. Ja. Doei doei. Ja. Dag heren. Zo. Nou ja, je kunt je voorstellen dat Sinterklaas dan behoorlijk wat borrels op heeft. En toen op een gegeven moment is het gewoon gebeurd dat 2 dronken Sinterklaasen op straat met elkaar op de vuist gingen. Wat moeten we nu dan doen dan? Ja, terug. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rijschool Salland, De Lindeboom en Blacktie Media.